Azuka. Het is mijn droom om in een vol stadion te spelen. Kom, ga beginnen. Ja. Oké. Ik kan mezelf nooit bewijzen, omdat ze de bal nooit naar me spelen. Hier, ik heb de bal nog niet gehad. Wit speelt niet naar zwart. Ze vinden me stom en ze noemen me zwartje. Ja, pak de bal aan dan, Azuka. Lopen. Giet dan niet zo hard. Het is voetbal, geen handbal. Ja, maar dat snap je niet. Die is niet zo slim. Kom maar hier met de bal. Ik heet Azuka. Ik ben Azuka. Azuka, ga jij me even afkoelen? Ze plagen me de hele tijd. Maar omdat ik voetbal zelf leuk vind, zet ik door. Dit is de dag van de kampioenswedstrijd. Als ik nu maar mag spelen. Ik wil mezelf bewijzen. Vandaag is een belangrijke dag. Vandaag is de finale en we moeten winnen. Ja! Ik wil de spits, dan kan ik scoren. Ja, zeker ga je scoren. Je bent ons beste speler. Maar trainer, je hebt mij nog niet opgenoemd. Oeh, je wil ook opgesteld worden. Azuka, jij staat er niet in. Ja, maar waarom niet? Ik mag toch ook spelen? Want je maar beter moet trainen. Ja, maar ze geven mij de bal nooit. Maar jij hebt het niet, toch? Oké, we gaan naar de wedstrijd. Zet hem op. Hier met de bal. Ja! De belangrijkste wedstrijd gaat beginnen. Zonder mij. Wanneer kan ik me eindelijk bewijzen? Dit moeten we winnen. Die goal! Pak die bal! Leg die bal! Loop vrij! Wanneer mag ik naar? Snel! Oh nee, zij met de veel! Ze komt deze kant op! Zo, wat een doel! Ja, laat mij er dan in! Oké, Shanna eruit, jij erin! Azuka, wat doe jij nou hier? Ik wil ook meedoen. Ik zit hier ook in het team. Je bent niet goed genoeg. Maar ik krijg nooit de bal bij de training. Ja, maar we staan met 1-0 achter. We moeten dit winnen. Ja, maar dan moet je mij opzetten. Ik denk dat ik heel goed ben. Je hoort hier niet thuis op het veld. Weg hier. Ja, maar het is mijn beste speler. Wat moet ik nu nou? Jij moet je wisselen. Ja, ik heb niet meer me over. Haar mag ik niet inzetten. Ja, dat meisje niet. Maar die andere dan? Ja, maar Azuka gaat voor mij niet het veld in. Kunnen we dan niet met één minder spelen? Dit wordt mijn moment. Nu ga ik eens laten zien wat ik kan. Waarom mag ik niet in het veld? Dat is tegen de regels. Azuka kan er toch niks van. Mag ik de vrije trap nemen? Jij? Nee, je kan er toch niks van. Zo, dat was een goede vrije trap. Lekker dan! Wat? 2 goals in 1 minuut? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, goed zo! Ja, die Azuka is wel heel goed, zeg. Dat is de beste speelster die ik ooit heb gezien. En de winnaar is FC We hadden gewonnen door mij. Dit was fantastisch. Hè? Wat een team. Echt heel goed. Ik zag je alleen maar scoren. Ik snap niet waarom. Eindelijk is mijn team aardig tegen me. Jullie waren geweldig. Jullie zijn kampioen. Ja! Yeah! Ik denk dat we iemand moeten bedanken. Dat is Azuka. Azuka! Azuka! Ik ga even de beker halen. Azuka! 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 Wie was die meneer? Die was van Jong Oranje. Ja, tuurlijk. Die kwam voor jou zeker. Ja, ik mocht met Jong Oranje mee te leven. Ik heb de beker. Drankjes in de kantine. Rika, Rika. Toen sloeg de sfeer opeens om. Laat me door. Kom hier.
niet gezellig mee drinken. Met jou, jij hebt mijn enige kans verpest. Zo, welke kans? Om bij Jong Oranje te voetballen. Die staat voor mij, niet voor jou. Als jij denkt dat je beter dan me bent, heb je het mis. Ik ga je kapot maken. Tom zegt dat hij zo jaloers is. Ach, misschien ben ik helemaal niet goed genoeg. En heeft hij gelijk. Het is uiteindelijk niet bij één training gebleven. Zo, even naar de wedstrijd van het Nederlandse elftal kijken. En mijn teamgenoot? Kijk zelf maar. Huh? Maar dat is Azuka.